Binnenkort kun je dit bij helder weer zeer waarschijnlijk zien vanuit Nederland. De komeet Tsuchinshan Atlas zal tussen 11 en 15 oktober dichter bij de aarde zijn dan Venus. Waarschijnlijk heeft deze komeet een lange, prachtige staart. Wanneer is de komeet het best zichtbaar? En waar moet je kijken? Eerst nog even, wat is een komeet eigenlijk? Een komeet is een rotsblok met sneeuw en ijs erop, die in een langgerekte baan rond de zon draait. Als zo'n komeet dicht genoeg bij de zon komt, dan sublimeert het ijs. Dit betekent dat het van een vaste vorm direct naar een gasvorm gaat. In zo'n geval komt er gruis vrij en dit gruis vormt samen met de waterdamp een mini-atmosfeer om de komeet. Dit noemen we de coma en zien we als een heldere bol aan de hemel. De doorsnede van een coma kan variëren van wel 100.000 tot 1 miljoen kilometer. Als de komeet nog dichter bij de zon komt, wordt de invloed van zonnewinden steeds groter. De geladen deeltjes botsen op de coma en slepen als het ware een deel van de wolk met zich mee. Dit zien wij als de staart van de komeet. De zonnewind waait altijd van de zon af, dus de staart is ook altijd van de zon afgericht. Deze staart varieert sterk in lengte, van wel 100.000 tot soms wel 100 miljoen kilometer lang. De komeet is de komende tijd bij helder weer zoals hier waarschijnlijk goed zichtbaar. Hij staat al ver genoeg van de zon af en is zeer waarschijnlijk fel genoeg. De helderheid van een komeet wordt weergegeven door de zogenaamde magnitude. En daarbij geldt, hoe lager de magnitude, hoe hoger de helderheid. Vanaf een magnitude van ongeveer plus 1,5 kun je een object al met het blote oog zien. En de verwachting is dat deze komeet uit gaat komen tussen de min 2 en de min 4. Daarmee wordt deze komeet mogelijk een van de felste in lange tijd. Ter vergelijking, de planeet Venus, die we altijd goed kunnen spotten, heeft een magnitude van min 3,5. En de volle maan heeft een magnitude van ongeveer min 14. Ook komeet Neowise in 2020 was lang niet zo fel als deze komeet lijkt te gaan worden. En zelfs Hale-Bopp, een van de felste kometen in de 20e eeuw, had een lagere maximale helderheid. Wil je de komeet vanuit Nederland zien? Dan moet je van 11 tot 15 oktober kort na zonsondergang laag naar de westelijke hemel kijken. Je hebt hier wel vrij uitzicht voor nodig, dus ga naar een gebied met weinig bebouwing of de kust. Daar heb je zeker goed uitzicht. Later in oktober en november is de komeet ook nog zichtbaar, maar dan wel met een verrekijker of een telescoop. Nu nog hopen dat het weer mee zit. Om dat te weten, check onze weersverwachting op Weerplaza.